Welkom in de tweede video van deze videoserie rond Ascensie. In deze video bespreken we het doel van Ascensie. Ik had het al verklapt in de vorige video. Dus met als doel dat je nog beter gaat gaan begrijpen wat er eigenlijk gebeurt wanneer je wakker wordt. Nu, Ascensie is eigenlijk beweging voorbij alles wat we aangeleerd hebben, wat we aangeleerd zijn. Want tenslotte, de mens is nog steeds een product van zijn omgeving. En we zijn doorheen de evolutie van de planeet en de mensheid op een punt gekomen dat het tijd is dat we terugkeren naar onze oorspronkelijke essentie. Terugkeren naar de ziel die we zijn, in plaats van de persoonlijkheid of het ego wat vormgegeven wordt door onze emoties, gedachten en overtuigingen. Nu, het ultieme doel is dat we een nieuwe wereld creëren waar de hoge energie van onvoorwaardelijke liefde en vrijheid de norm zijn. En elke ziel is dan in staat om het hogere Christuslicht, dat verbonden is met eenheidsbewustzijn, op aarde te ankeren via zijn huidige incarnatie, dus via jouw fysieke lichaam. En dat betekent dat we dan de hogere energieën van liefde ontvangen en ook weer uitstralen via ons fysieke lichaam en via de dingen dat we spreken, via de dingen dat we doen, via de dingen die we zijn, zeggen, horen, zien, voelen. Van zodra we ons verbinden met die hogere energie, ontwaken eigenlijk opnieuw al onze gaven, waardoor dat we onmiddellijk kunnen manifesteren vanuit onze gedachten. Nu, in die nieuwe wereld leven we ook vanuit onze essentie. En hiermee zijn we eigenlijk ook dan altijd dienstbaar voor anderen en voor ieders hoogste goed. Alleen zover zijn we nog niet als je rondom jou heen kijkt. Dat is hetgeen waar dat we naartoe aan het groeien zijn. En op dit ogenblik zitten nog veel zielen vast in het systeem van die matrix. Ze zien dus geen uitweg in de huidige realiteit. En ze weten niet dat er meer is dan wat het blote oog kan zien. Ze herinneren zich ook niet meer de eenheid die er ooit geweest is en voelen zich enorm afgescheiden van de bron en iedereen om zich heen. Het doel van Ascensie is dat we leren leven vanuit dat hogere bewustzijn van liefde, waardoor dat we de dualiteit en dus het gescheiden zijn op aarde gaan ontstijgen. Op dat punt hebben we dan allemaal geleerd om te leven vanuit eenheid en individualiteit. Wanneer je leeft vanuit eenheid en individualiteit, ben je meester geworden over je leven. Je creëert je eigen leven vanuit je authenticiteit. Echter, het weten wie dat je bent en hoe je unieke vibratie trilt, laat je niet langer afgescheiden voelen van andere zielen en het leven op zich. De eenheid en verbondenheid met alle leven blijft centraal staan in je leven. Nu, het neerzetten van je essentie en jezelf te realiseren in dit leven, doe je met alles wat je vorm heeft in de realiteit. Doorheen Ascensie leer je om te zijn zonder meer. Bij Ascensie daalt je hogere zelf neer in je fysieke lichaam, waardoor je gaat gaan leven vanuit je hogere zelf en dus vanuit dat hogere bewustzijn. Dat vertelde ik je al in de vorige video. Nu, op dat punt gekomen is je ego gestuurd bewustzijn geïntegreerd en staat je ego ten dienste van je ziel. Dus je ego is niet geëlimineerd of niet verdwenen, maar je maakt geen keuzes meer vanuit ego. Nee, op dat moment maak je keuzes en afstemming met je ziel en dus vanuit je hart. En dat wil zeggen, of dat is een bewijs of een teken dat je gegroeid bent naar een hartgedragen bewustzijn, wat het hogere bewustzijn is, namelijk dat eenheidsbewustzijn. Om jezelf te kunnen uitdrukken volgens de essentie dat je bent, is natuurlijk nodig dat je weet wie dat je bent. En dat betekent dat jij je jouw werkelijke oorsprong herinnert. En dat is een concept die nog steeds voor veel mensen een brug te ver is. Het is te moeilijk om te vatten met ons menselijke verstand. En we zijn nog te veel onder invloed van de wetenschap, geloofsovertuiging, onderwijs. Velen vinden het veiliger om binnen dat gekende kader te blijven denken. Alleen, dat kader is beperkend, waardoor we ons niet te vullen vervuld kunnen voelen. Dus wanneer dat jij je werk wil omarmen, om van daaruit te gaan leven en je lieve vormmens te geven, dan zal jij je blinddoek mogen afdoen, zodat je kan zien wat dat zo lang voor jou verborgen was. We zijn tenslotte allemaal afkomstig van dezelfde ster, dezelfde bron. En sommige spirituele leraren zeggen dat we allemaal uit koolstof bestaan, een materie waar ook de aarde uit samengesteld is. Dus er zijn veel waarheden, maar ook veel afkooksels van de waarheid. Dus daarom volg je eigen onderscheidingsvermogen. Voel wat dat met jou resoneert, voel wat dat er binnenkomt en waar dat je weerstand op hebt. Naar gelang de mate van je bewustzijn zal je dus in staat zijn om bepaalde informatie te absorberen en andere informatie nog niet. En dat is oké. Je hebt het misschien al wel voor gehad bij het lezen van een boek. Op het ogenblik dat je een boek voor de tweede keer gaat gaan lezen,
ga je plots informatie ontdekken die er precies nog niet in stond de eerste keer, of dat je niet herinnert dat je het gelezen had. Maar dat is natuurlijk niet zo, het boek is niet veranderd, je bewustzijn is wel veranderd. Je licht schijnt anders, waardoor dat je dingen ziet, hoort, voelt en weet dat je voordien niet kon ervaren. En dat is niet erg, dat hoort nu eenmaal bij onze groei als ziel. Informatie die je nodig hebt, zal door je ziel geabsorbeerd worden. En het zal klikken als het missende puzzelstukje waar je eigenlijk op zoek naar was. Weet dat dit leven op aarde slechts één ervaring is en één dimensie hier op aarde. Dus als je bovendien weet dat er verschillende densiteiten en dimensies zijn, zoals dat er verschillende appartementsgebouwen met verschillende verdiepingen zijn, dan zal je nu ook beseffen dat er oneindig veel mogelijkheden zijn waar dat je ziel ervaringen opdoet. En net dat vormt een extra uitdaging doorheen spirituele groei. Spirituele groei kan je niet definiëren door vaststaande structuren. Want van zodra je hervalt in het vastleggen van duidelijke stappen, beperk je elke ziel in het ervaren van die oneindigheid. En net daarom is het lastig om los te komen van hoe je gewoon bent om in het leven te staan en om je leven te leiden en vorm te geven. Het is eng om vooruit te stappen, niet wetende of die stap wel veilig is. Niet wetende of die stap jou wel op het juiste pad brengt, jou wel brengt naar het doel waar je wilt naartoe gaan. En toch is het de uitdaging om jezelf die kans te geven om je gedachten en de gekende patronen los te laten. Verbind je meer met de emoties die naar boven komen en je zal zien dat het eigenlijk niet zo eng is als je denkt. Nu, het herinneren van je ware afkomst betekent eigenlijk concreet dat sommige zielen al zoveel en zo lang hier op aarde incarneren in die zware energie, waardoor dat ze hun ware afkomst als sterrenzaad totaal vergeten zijn. Ze zitten vast in deze incarnatiecirkel. En dat ze een ziel zijn, een energie, een fysiek lichaam, ontgaat hun volledig. Dat het fysieke lichaam een vervoermiddel is voor de ziel om ervaringen op te doen en te leren over dualiteit en het leven, dat komt bij deze zielen zelfs niet in hun bewustzijn. Ze zitten vast in het systeem, dat ook wel de matrix wordt genoemd, en elke dag opnieuw proberen ze te overleven. Ze blijven zichzelf voorbijrennen in de hoop ooit die ratrace te winnen. Maar hiermee missen ze het enige en belangrijkste doel van hun aanwezigheid op aarde. Namelijk je leven als ziel bewust leiden. In principe zijn alle zielen sterrenzaden. Starseeds of sterrenzaden zijn de zielen die in deze tijd incarneren met als grotere missie een steun of hulp te zijn voor de massale ontwaking. En de zielen die hier al te lang zijn en zich te veel hebben vereenzelvigd met de energie van de aarde, de lagere, dense energie, worden ook wel eens aardezaden, earthseeds genoemd. Maar weet, dat in wezen en oorsprong we allemaal starseeds zijn. Het verschil met degene wat we nu bestempelen als starseeds is dat die sterrenzaden het licht in hun ziel meedragen. En door hun frequentie verlichten ze de energie op aarde. Ze helpen bij het vormgeven van die nieuwe aarde. Deze zielen zijn nu massaal aan het ontwaken. En een groot deel van hen is al enkele jaren wakker om die energie stabiel en hoog te kunnen houden, zodanig dat de grotere massa tegelijkertijd doorheen die donkere nacht van de ziel kan gaan. Omdat dit een enorme invloed geeft op de energie van de aarde, zijn er al genoeg zielen, zoals lichtwerkers, tweelingvlammen, indigo's, kristalkinderen, ontwaakt en in hun missiewerk gestapt. Maar er zijn ook dergelijke zielen die eigenlijk nog kind of een tiener zijn. En die eigenlijk net gewoon door hier aanwezig te zijn en ook meehelpen dat licht te dragen. En geen zorgen als je voelt dat je zelf ook een lichtwerker bent, maar dat je nog niet in je missie gestapt bent, dat alles hoort zoals het moet zijn. Je bent wat je nu moet zijn op het punt waar je nu bent. Want wist je dat zogenaamde vertragingen of omwegen zijn uiteindelijk ook perfect gepland. Dus die maken ook deel uit van je zielsgroei en van de lessen die je hier komt leren. Dus ook daar maak je geen zorgen. De zielen die nu al een missiewerk doen, leven vanuit het hogere eenheidsbewustzijn. En bij de ene is het eenheidsbewustzijn al meer verankerd dan bij de andere en ook dat is prima. De cellulaire veranderingen die nodig zijn, zodanig dat het lichaam kan groeien naar een kristallijn lichaam, dus naar een lichtlichaam, vonden al plaats. Hun fysieke lichaam is een zuiver kanaal voor de universele vlammen en energieën geworden. En deze zielen ankeren via hun lichaam de hogere energieën op aarde. En via deze kanalen van licht kunnen andere zielen dan eigenlijk weer aanhaken aan de energie van healing en transformatie. Een van de bijwerkingen van de aanpassing van het lichaam naar het kristallijn lichaam is dat de behoefte aan voedsel verandert. Je lichaam gaat zich onder andere meer voeden met licht dan met voedsel zoals we altijd gekend hebben. En het is niet zozeer de voedingsmiddelen zoals vitamine, vetten, koolhydraten,
maar wel van de energie die het voedsel draagt dat wij onszelf voeden. Je lichaam voedt zich met energie en daarom is het noodzakelijk om hierover ook meer bewustzijn te krijgen. Eet voedsel met een hoge energetische frequentie. Door bijvoorbeeld vlees te eten van dieren die hun ganse leven mishandeld werden, ga jij de negatieve en laagtrillende energieën ook overnemen. De angsten van een dier neem jij over, waardoor dat jij je lichaam niet voedt, maar belast. Net daarom nemen vele wakkere zielen de beslissing om bijvoorbeeld vegan te worden of vegetarisch te worden. Maar dit is geen noodzaak op dit ogenblik in de evolutie. Wel is het belangrijk dat daarover meer bewustzijn wordt verkregen. Dus doe niet zomaar omdat anderen zeggen dat het zo moet zijn. Voel voor jezelf wat dat jouw waarheid is en vraag jezelf af wat de hogere reden van een keuze is. Wat jouw waarheid ook is, het hoeft niet die te zijn van een andere ziel. Want we ervaren allemaal een ander aspect van de totale waarheid van het leven. En afhankelijk van de lessen die je jouw ziel leert, zullen er andere uitdagingen en obstakels op je pad komen. Hoe meer dat jij afstemt op je ziel, hoe meer je keuzes zal maken die in lijn liggen met je lotsbestemming. En daar gaat het woorden van een meester over. Zelf je pad uitstippelen in lijn met je zielsverlangen. En hierdoor zal je ook merken dat het wiel gaat draaien. Het universum gaat plots voor jou werken in plaats van tegen jou, zoals dat je altijd gedacht had. Alles gaat iets moeitelozer dan wanneer je vanuit je vrije wil alles zelf wilt gaan doen. En ook hier is er weer de keuze tussen het op jouw eigen manier doen vanuit controle of jezelf overgeven aan het grotere geheel van het leven en gewoon zijn. Jij hebt de vrije wil om dit avontuur, deze reis naar eenheid, liefde en vrijheid, te volgen vanuit afstemming met je ziel of vanuit je logische verstand. Ascensie en bewustwording is beseffen dat het pad naar liefde er één is terug naar je ziel.